Waar is mijn kant? Hier. Wil je nog wat, Yogi? Nee, ik moet zo meteen nog rijden. Okay. Het nieuws met Martin en Mark Edens. Oh. Sinterklaas is weer in het land. Pepernoten komen nu al de neusgaten uit. Ophef over de verdeeldheid in populariteit ten opzichte van de Sint. Ik ben Sinterklaas hoor en niet Koele Piet. Als het zo doorgaat stuur ik hem de laan uit. Aldus Sinterklaas. Onderwijsraad is tevreden over het preventief fouilleren bij schoolexamens. Domino Day valt als een kaartenhuis in elkaar. Volgens Barba Papa moet er meer ruimte komen voor flexibele banen in Nederland. Jan Smit moet geruime tijd zwijgen vanwege een operatie tot vreugde van de gehele natie. Henk-Jan Smit moest geruime tijd praten in het programma Beste Idee van Nederland. Tot groot ongenoegen van de gehele natie. Teisterende aardbeving zorgt voor opschudding onder de gehele bevolking. V&D begint met kerstverkoopcollectie 2008. Martin Edens moet naar de wc. Goedenavond, welkom bij het nieuws. Martin, en dit gaat dus een superkeer. Visita al te korte, je kan me zeer kon al prime en volg mee. Dank u wel, collega. U hoort het, Mark is een echt talenwonder. Van Russisch tot Spaans, niets is hem te gek. Zo hebben we ook Tula. Tula is een b-boy met harde biggie-tas die back in the day een zware gangster was binnen de dope hip-hop scene, brother. Met zijn neppe Prada patas. Het straatleven was zijn hobby. Zijn hobby was zijn leven. Totdat zijn pa een piano kocht. Tula vond het een dikke, triste business en keek er weinig naar om. Ik weet niet, weet je, het ding gekocht, maar trieste business. Ik kijk er niet naar om, weet je. Totdat hij op een avond half dronken thuis kwam van de Brisa's en de Jonko's. Zich verstapte en met zijn hoofd tegen de piano pleurde. Hij stond op en begon de sterren van de hemel te spelen. Ik weet niet, weet je, opeens kon ik gewoon kapot goed spelen, weet je. Weet niet, gewoon shizzle. Weet je? Ik kon gewoon goed, weet je. Maar daarom. Dus. Op straat is hij amper te vinden. Het nieuwe huis van dit muziekwonder zijn de concertzalen. Ja, het gaat gewoon zonder problemen. Weet niet, weet je. Wow. Dat is wel een heel wonderlijk verhaal, zeg. Uit, je weet toch. Zeker, zeker. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wonder boven wonder is het toch goed gekomen. Zoiets verwondert mij keer op keer. Ja, wonderschoon om... ga maar verder met je verslag. Sorry. Zoals ik al zei, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Tegenwoordig vind je overal van die wondermiddeltjes. Tegen en voor van alles en nog wat. Er is een nieuw wondermiddel op de markt te vinden. Waar je normaal je tuintje voor behoedt, haal je nu met alle liefde je huiskamer binnen. Slakkenslijm. Ja, je hoort het goed. Slakkenslijm is hot. Dit geweldige middel zorgt ervoor dat je weer helemaal goed in je vel voelt. Ben je de nerd van de school? Geen probleem. Pak een slak en laat hem heerlijk over je gezicht wandelen. Na een half uur herken je jezelf niet meer terug. Wilt u 60 jaar jonger lijken? Dat kan. Smeer die heerlijke drap gewoon over het gezicht en u mag er weer wezen. Kan het nog wonderbaarlijker? Tjoe! Check die shizzle. Aight. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dames en heren, het is Wonder Boy. Ja, je hoort het goed. Wonder Boy is terug. Na zijn wonderbaarlijke epische avonturen is hij weer terug van weg geweest. Het is Wonder Boy die zijn terugkeer groots viert. Trouwe fans zijn massaal gekomen om hem te groeten. Onze mede-collega Bert Nekramp doet er ter plaatse verslag. Bert, ben je daar? Bert? Er wordt aan de verbinding gewerkt. Bert! Stop! Ja, ja, hier ben ik, hier ben ik. Bert, hier, wat is er? Hoe is het daar? Ja, het is supermooi weer. De mensen zijn hier massaal naartoe gekomen, want ja, natuurlijk, Wonderboy komt hier. Terug van zijn avonturen. En ik ga hem dus proberen te interviewen.
Daar is hij! Wonderboy! Ja, zoals het een echte superheld betaamt, is hij alweer druk bezig met het vechten tegen criminaliteit. Kort maar krachtig. Je zegt het, collega. Het is een wonder dat we tegenwoordig nog van dingen opkijken. We hebben van alles en nog wat, op technologisch gebied, tot onze beschikking. Een klein cadeautje is tegenwoordig een PlayStation 3 met DualShock controller en 15 spellen naar keuze. Beren die smeren, wat een wonder boven wonder. Martin, blijf van die autocue af. Sorry. Iedereen die ergens een beetje extremer in is, is direct een wonder op dat gebied. Gebouwen zijn eveneens wereldwonderen. Ik vraag u, zijn er nog echte wonderen waar wij onze ogen niet voor openen? Dit was het nieuws. Mijn naam is Mark. En mijn naam is Martin. Goedenavond. Ja, wel lekker. Nou. Hey, we zijn het weer vergeten. Alweer het weer vergeten. Hey, wie is dat licht uit?